Het is de interlandbreek, maar voor het wedstrijdritme oefent Feyenoord tegen Excelsior op Varkenoord. In Feyenoord vandaag ook de twee huurlingen van FC Dordrecht aanwezig, Tsongui en Sebaoui. En verder valt in de opstelling op dat Fabiano Rust een plaatsje in de spits krijgt. En hij scoorde afgelopen weekend nog bij Feyenoord onder 21. Hier is Quinten Timber en vandaag ook in de selectie op linksback Milan Hokke, ook uit onder 21. Vindt hier Javairo Dilrosun. Draait daar goed weg en vindt hier de ruimte voor het schot. Scoort hier de 1-0 voor Feyenoord. Hier zien we het nog een keer in de vertraging. Draait dus goed weg. En uiteindelijk is die stuit Alblas te machtig. Het is een bloedverstikkend hete dag en het spel wordt af en toe stilgelegd, zodat de spelers zich aan het water kunnen laven. Milan Hokke. Goede paas hier op Givai Zegiel. Zegiel in het zijnet. En daar baalt hij van. Maakt natuurlijk een stormachtige ontwikkeling door. En had graag hier op het scoreformulier willen staan. Dilrosun levert dan zomaar in bij Fernandez. Fernandez mag ver komen. En dan alsof hij tegen een zak stenen aantrapt. Geen gevaar voor Kostas Lamprou. Botsing hier tussen Parrott en Belen, maar het voordeel toegekend. Timber vindt hier Fabiano Rust. Rust met zijn linker, maar die is voor Alblas. Hier zien we het nog een keer, 5 minuten voor rust. Deze kans dus van de jonge spits van Feyenoord. Excelsior onder druk gezet hier door Zegiel, bal naar voren gepeerd. Dan komt hier terecht bij Timber. Timber naar Sebaoui. Sebaoui, dicht bij de 2-0, maar daar is weer Alblas. Hier is Thomas Belen. Van de Belt en oh, dit ziet er niet heel lekker uit op het middenveld. Excelsior kan eruit met die Parrott. Fernandez behoudt het overzicht. En hier is Lamprou. Passeert Lamprou en valt samen met zijn naamgenoot in het netje. Ja, goede bal weer op de wederom vertrokken Givai Zegiel. Zegiel, maar krijgt hem weer niet in de lange hoek. Hier is Sibe Horremans. Gevaarlijke steekpaas. En hier dan, van dichtbij de redding van Mickey van Sas. Gevaar nog niet geweken. Uiteindelijk hier dan het blok van Jaden Candelaria. En hier zien we nog in de herhaling. Van dichtbij dus op de borst gekopt van Mickey van Sas. En zo eindigt deze snikhete wedstrijd in 1-1.